Vandaag is zaterdag. 25 mei. Ik ben bij het Lalaroep complex. Na lange tijd volgt Noor weer een kindercollege. Maar vandaag volgt ze 2, dus ze gaat wat laat blijven. Van 9 tot 12 heeft ze geologie, deel 2. En van 12 tot 2 heeft ze archeologie. Maar archeologie gaat ze daar bij Unasat volgen. Dus ik moet er om 2 uur dan daar afhalen. Dus ik heb nog genoeg tijd om te chillen. Een paar zaken doen. Ik hoop dat het me lukt. En dan ga ik haar om 2 uur halen bij Unasat. Ik ben intussen al naar Fernandes geweest. Ik heb een visbroodje. Ik heb voor haar ook gekocht. Ze wilde een... Wat wilde ze? Een kipbrood en een roomcroissant. Ik heb een visbrood voor mij gehaald. John is thuis. Hij zal het een en ander doen thuis. Maandag begint de school weer. Wat een gezicht zet ik op. U zet zo'n gezicht op omdat ik de afgelopen maanden gedemotiveerd naar het werk ga. Maar ja. Ik hoop dat deze komende maanden snel voorbij gaan. Dat zie ik wel. Dat is niet prettig zo. Maar ja, het komt goed. Ik heb een paar comments gelezen. Nemen jullie me niet kwalijk als ik niet gelijk antwoord geef of als ik pas later antwoord geef. Het lukt me niet altijd om gelijk antwoord te geven. Zo net heb ik gezien. Iemand vroeg me waar ik die kralen heb gekocht. Ik ben kralenwinkel in de stad waar die lijn 7 bussen staan. Als ik het goed heb, is het schuin aan de overkant van de Hakringbank. Vroeger waren ze niet daar. Vroeger waren ze niet ver van de markt, aan de kant van de markt, centrale markt. Maar ze zijn intussen al een paar jaren verhuisd naar
schuin aan de overkant van de Hakeringbaan, dus waar die lijn 7 bussen zijn, toch? Ik ga niet meer zo makkelijk, omdat ik het niet meer doe. Vroeger maakte ik ook armbandjes, oorbellen en dat soort dingen. Maar ik ben gestopt ermee. Maar ik zie dat Noor het nu leuk vindt. Zij neemt dan nu van me over. Dus ik heb haar al mijn rest aan kralen en zo gegeven. Zo ook van mijn schoonmoeder. Zij deed dat ook. En ze vindt het leuk. Dus dan koop ik... Of kopen we dan, of hebben we nog meer kralen gekocht die ze nodig heeft of die ze wil hebben. Ja, dus daar heb ik die kralen gekocht. Er is genoeg keus daar. Alleen hou ik niet van de plek. Omdat daar zo... Ik vind het een beetje vies. Het stinkt. Als je daar langs loopt, dus ik weet niet, maar goed. Wat voor vragen heb je nog meer? Ik ga straks kijken wat voor vragen nog meer. Oh ja, vandaag wordt het interview uitgezonden. Op Radio Garuda 105.7. Ik ga proberen op te nemen, want op dat moment had ik niet gaan filmen. Dus ik ga kijken als ik het straks kan opnemen tijdens het beluisteren om 3 uur 's middags via Radio Garuda 105.7 FM. Zo, ik ben klaar. En mijn visbrood. Ik heb ook een. Dit één. Ik heb 2 roomcroissants gekocht. Ik ga het Johan brengen straks. En. Ik moet naar de bank. Ga kijken als ik ga kunnen pinnen. Want eind van de maand kan je nooit pinnen. Nooit. Dat meste ik niet hoor. Maar goed. Ik ga vertrekken. Tot later. Ciao. Zo. Ik ben nu al voor aanzet. Ik was sinds 11 uur hier geparkeerd. Een half uur vroeg. Een half uur eerder. De zon is wel fel vandaag. Ik ga weer even bezoeken. Mijn vriendin weer bezoeken. Ze ligt nog steeds in aanzet. En ja. Zo'n van ja. Ik ga nu naar daar lopen, want het is nu al 5:30. Yes. Dat college voor zorg is onder leiding van Dr. Wai. Mag ik een applaus voor haar? Uw naam is San Hussein, ook een applaus. Mag ik ook een applaus? About the site, they watched a short film, and they had to do a brain teaser.
So the great teacher comes with a prize. So first prize goes to? No, we're starting with the fifth. Oh, we're starting with the fifth. Every group is getting a prize. Okay, sorry. Okay, so on the fifth class is the eighth. Next is the seventh and the third. Hello, miss. En hoe was het? Het is gezellig. Ik heb geleerd. En? Andere dingen. Presentjes gehad.
Wat is dat? Is dat een laptoptas of zo? Zaterdag van 25 mei 2024 en het wil zeggen tijd voor een nieuwe aflevering van Happy Hour op deze zaterdag. De presentatie van de Weekend Vibes op deze zaterdag ligt natuurlijk ook nog steeds in handen van Rostian Wakirin Kromorijo. En u weet het, tijdens de Weekend Vibes en in het programma Happy Hour doen wij ook de vrolijke nummers tot 4 uur vanmiddag. Nou, in elk geval doe ik vandaag een nieuwe aflevering en vandaag in Happy Hour heb ik natuurlijk een bezoek van een vlogster, kan je zeggen. En wie zij is, zal jullie dan dat ook straks horen. In elk geval van harte welkom. De mensen waar ik wil bevinden, ook een aangename luisterstemming toegewenst. U bent afgestemd op Radio Garuda te beluisteren op de 105.7 FM. De mensen die vandaag jarig zijn, gefeliciteerd. De mensen die ziek zijn, wetenschap toegewenst. En natuurlijk ook de mensen die er al gedanteld zijn, heel veel sterkte toegewenst. Het is Happy Hour op deze zaterdag 25 mei 2024. De presentatie van dit programma ligt ook in handen van Rostian Wakirin Kromorijo. Nou, alvorens we over zullen gaan naar onze gast voor vandaag in dit programma, doe ik dan eerst een hele mooie song, zodat je daar lekker los kunt gaan tijdens Happy Hour. Nou, zoals eerder aangegeven in dit programma hebben wij bezoek van een vlogster en zij gaat zich voorstellen wie ze allemaal is, of wie ze is. Nou, goedemiddag en welkom in Happy Hour. Goedemiddag. En u bent, of jij bent? Ik ben Rachel Banjar. Ja. Wat doe je in je vrije tijd? Mijn vrije tijd? Nou, gewoon in en rond het huis bezig zijn. Chillen is niet dat ik echt iemand ben die uitgaat. Ik ben liever gewoon thuis. Oké. Werkt u? Ja, ik ben leerkracht. Op de OS Schotelweg. Ja. En dat is het. Verder doe ik dan andere dingen. Oké. Nou, ik heb je vandaag uitgenodigd om ook jouw ervaring te delen met de luisteraars. Ik heb een postje jou gevolgd op YouTube. Vele mensen zullen dat ook misschien hebben gedaan. Jij vlogt in elk geval. Ja, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik vlog ook. Nou, waar ben je met het idee gekomen om eigenlijk je leven te delen met de buitenwereld? Want als het ware, als je vlogt, dan deel je natuurlijk een deel van je leven met de mensen die kijken. Waar heb je het initiatief genomen? Nou, ik deed het eigenlijk al gewoon op Facebook en WhatsApp. Dus bepaalde foto's en korte video's delen op Facebook. Ik vind dat gewoon leuk. Het is niet dat ik bijvoorbeeld, om te zeggen, misschien willen mensen zeggen ik stel me aan of ik ben Pamer. Ja, of zoiets. Ja, ja. Maar ik vind het gewoon leuk. Meeste mensen zeggen van ook waarom moet je alles op Facebook zetten en dat soort dingen. Ja. Ik zet ook niet letterlijk alles, maar ik zet gewoon dingen die ik leuk vind. In plaats van dat ik bijvoorbeeld over mensen ga praten. Ja, klopt. Snap je? Dus ja, inderdaad. Zo besteed ik mijn tijd, als het ware. Dus die vrije tijd dus. Ja. Oké. En dan natuurlijk niet de hele dag. Ja. En dan af en toe op YouTube heb ik ook gezien dat mensen vloggen. Dan dacht ik van, laat me proberen. Ik ben dan gaan onderzoeken wat je moet doen, wat je moet hebben. En het is me gelukt. Stap voor stap is het me gelukt. En ja, het gaat wel. Heb je een coach gehad nadat je begon met vloggen? Want vloggen is niet makkelijk. Je moet ook ervan houden. En je moet de wil hebben eigenlijk. Mezelf. Ja. Ik heb mezelf getraind. Okay. Of geprobeerd. Ik ben gewoon gaan onderzoeken. En dat soort dingen.
En het is aardig gelukt. Ja, dankjewel. Oké, hoeveel keer vlog je of plaats je video's op YouTube per week? Nou, het staat niet vast. Mm-hmm. Ik heb geen vaste tijden of vaste dagen. Ja. Is zolang ik denk dat mijn video's, dus het aantal van een aantal dagen misschien, als ik ze bijeenzet, mm-hmm. een bepaalde tijd hebben yeah. bereikt yeah. of heeft bereikt, mm-hmm. Dan probeer ik dat te editen mm-hmm. en dan plaats ik dat. Oké, okay. Dus het is in principe een ervaring rijker voor jou om eigenlijk te vloggen, eigenlijk stukjes die je leuk vindt yeah. op dat moment. Yeah. Oké, okay. Hoe lang ben je al bezig met vloggen? Want ik zie je al een tijdje op YouTube en ik heb een paar video's van je bekeken. Mm-hmm. En al gezien dat je dan ook je kookkunst toont aan de mensen, aan de kijkers, maar daar komen we straks in. Hoe lang ben je al bezig met vloggen? Eigenlijk was ik begonnen in 2021. Oké, okay, dus het is na COVID, kan ja, je zeggen? Ja, erna, okay. maar dan was ik niet echt consistent bezig. Ja. Ik was dan ook een poosje gestopt. Mm-mm. Waarom ben je gestopt? Was je gedemotiveerd geraakt? Nee, niet echt. Of had je minder tijd? Ik had minder tijd, maar okay. schoolmoeder was toen echt... ziekjes, ja, dus ja. ik was echt meer constant bezig met haar en dat mm-hmm. soort dingen. Ja. Maar misschien na 4-5 maanden heb mm-hmm. ik het weer opgepakt. Oké, okay, en het is natuurlijk iets beter gegaan dan voorheen. Ja, ja. Ik heb dan iets meer geweest. Ja, toch wel, ja, want ik heb dan wat meer tijd ervaring ja, en ervaring. Mm-hmm. En zo ben ik dan gaan groeien. Ik heb steeds meer subscribers gehad. Ja. En het lukt wel. Oké. Okay. Nou, Rachel Banjar, zei je. Ik ken een Banjar, ik is op Dijkveld. Zijn jullie familie? Welke van ze? Eigenlijk wel. Oké. De meeste Banjar. Oké. Toch wel. Goed. Nou, ik denk dat je toch wel een beetje hebt verteld hoe je allemaal bent begonnen met vloggen. Ik vind het altijd interessant hoor. En ik verbaas me soms ook wanneer ik Surinaamse vloggers zie op YouTube. Dat ze natuurlijk hun leven, een deel van hun leven eigenlijk delen met mensen. En het is altijd goed om deze mensen ook te poweren. En vandaag ben je ook hier als gast in ons programma. Maar ik denk dat we even naar een muzikale break gaan en komen wij dan terug naar het gedeelte dat jij ook je kookkunsten met de mensen deelt. Nou, we gaan even luisteren naar wat muziek en dan zijn we er zo meteen terug. Ja, ben terug. Muzikale break en nog steeds in de studio van Radio Garuda hebben wij Rachel Banjar. Rachel of Rachel? Rachel eigenlijk. Oh, Rachel Banjar. De meeste mensen zeggen Rachel, maar... Oké, okay, maar het is Rachel. Ja. Oké, okay, nou, Rachel Banjar is hier in de studio om natuurlijk ook het een en ander te vertellen met u allen. Ik hoop dat u toch wel een beetje hebt kunnen luisteren naar het een en ander dat zij vandaag heeft verteld. Nou, zij vlog, haar YouTube-naam is Rachel Banjar. Devi Banjar. Ja. Rachel Devi Banjar. Nee, ik denk Rachel Banjar, sorry. Oké, Rachel Banjar, ja inderdaad. Nou, Rachel, jij toont natuurlijk ook jouw kookkunsten met de mensen die naar jouw video's kijken. Hoe ben je op het idee gekomen om ook jouw kookkunsten, want als ik zie dat je... Ja, wanneer je iets klaarmaakt, zo smakelijk, wat moet ik zeggen? Je krijgt soms wel lust als mensen naar je video kijken, maar hoe ben je met dit idee gekomen? Nou, koken behoort in mijn leven, ja, toch? Ja. Ja, als ik niet kook, eten we niet. Ja, klopt. Is ook niet zo dat ik echt verplicht ben om te koken, want mm-hmm. Soms kook ik niet. Dat is dan John, mijn partner. Ja, ja. Dus om als het ware content te creëren, ja. dacht ik van,
ga ik dan zo mijn content vullen met de kookkunsten die ik heb. Ik probeer. Het is niet dat ik professioneel ben op het gebied van koken, maar het is wat ik kan en wat ik lekker vind. Dus je wil me zeggen, gewoon iets eenvoudigs dat je klaarmaakt of mensen die het dagelijks klaarmaken? Even van eenvoudige dingen tot lekkere dingen. Ja? Dus eigenlijk is voor mij alles lekker. Dus wat ik lekker vind, dat maak ik klaar. En dan hoeft het niet bijvoorbeeld, het hoeft niet speciaal een pasta te zijn of laten we zeggen goulet bijvoorbeeld. Ik kan ook gewoon jangan beneden klaarmaken en ik vlog het en ik vind het lekker. Dus ik ben tevreden met de eenvoudigste dingen. Oké. Nou, als het ware wil je ook dingetjes dat je meemaakt in het leven. Je ziet dingetjes om je heen. Je doet je inkopen, vooraf doe je inkopen en dat deel je ook met de mensen. Vind je dat natuurlijk goed om dat met de mensen te delen? Zoals ik zei, is het ook eigenlijk om mijn content te maken. Ja. Wat ik doe in het dagelijks leven, maar natuurlijk doe ik niet van elke dag. Ja. Het is moment. Het hangt ervan. Stel bijvoorbeeld, ik doe voor de week 3 keer inkopen, ga ik niet van alle dagen vloggen en alle dagen zetten. Ja. Dus het hangt ervan af hoe ik me voel en als ik zin heb om dat te zetten, dan zet ik het. Als ik het niet, als ik niet voel ervoor om het niet te zetten, dan laat ik het. En ik moet ook rekening houden dat ik ook niet iedereen, niet iedereen kan vloggen. Ja, dus als ik ergens ben bijvoorbeeld, meestal vraag ik ook eerst, mag ik filmen of mag ik het zetten in mijn video? Dus ik moet rekening houden daarmee. Oké, met uw omgeving. Ja. Oké, ik heb ook gezien dat u in de maand Ramadan gevast hebt, samen met uw gezin. Ik vond het zo geweldig. Vond het zo fijn dat u dat ook, of dat je natuurlijk dat hebt gedeeld met de kijkers die op jouw kanaal zijn of die jouw YouTube bekijken. Hoe was het eigenlijk? Want het vaste maand is de maand waar je natuurlijk bepaalde tijden mag eten. Een speciale tijd heb je. Hoe was het eigenlijk om dat ook samen te stellen wanneer je eten hebt klaargemaakt? Oh, voor mij is het normaal, want het vaste doe ik niet alleen dit jaar. Ja. Of heb ik niet alleen dit jaar gedaan. Ik heb het al. Eén vaste heb ik eigenlijk vanaf kleins af gedaan, vanaf de derde klas, lagere school eigenlijk. En voor mij maakt het niet uit als ik bijvoorbeeld vast en ik zie gewoon eten voor me. Ik ga dit lusten. Okay. Het is je intentie natuurlijk. Klopt, ja. Als je weet dat je vast en je hebt een intentie, dan ga je dat eten niet lusten op dat moment, want je weet van nu is het geen tijd om te eten. Yeah. Al maak je het klaar, je moet proberen toch jezelf te houden. Oké. Nou, het is heel interessant. En wat wilt u na 5 jaar bereiken met uw YouTube? Nou, natuurlijk dat ik doorgroei met mijn views en subscribers. En ja, ik ben ook blij en dankbaar dat ik mensen heb die mij volgen, die naar mijn video's kijken en ook positieve comments geven. En je hebt natuurlijk ook minder positieve. En ik probeer goed of rustig antwoord te geven op de negatieve comments. Of ik geef geen antwoord, maar als het te veel wordt, dan geef ik wel antwoord en dan wordt men boos. Maar ja. Soms kan je geduld ook niet meer volhouden. Klopt, precies. Oké, maar Rachel, heb jij misschien iets te zeggen aan opkomende vlogsters of vloggers die bezig zijn te vloggen? Want vloggen is niet zomaar, je moet ervan houden. Ja. En als ik zo naar je video's heb gekeken, is dat je ook ervan houdt. Je praat met je mensen. Je geeft de mensen ook wat motivaties. Wat voor tip heb je voor de mensen die begonnen zijn met vloggen? Nou, ik zou zeggen, ga ook
goed je research doen, hoe je moet beginnen en wat je allemaal moet doen. Want yeah. Bij mij was het ook niet gelijk 1, 2, 3 en het is yeah. gegaan. Je moet echt geduld hebben. Yeah. En als je de stappen volgt die YouTube of Google voor je stuurt, yeah. dan gaat het wel lukken. Okay. Ze hebben natuurlijk gezegd dat je 10 mensen 1000 subscribers moet hebben en 4000 bekeken uren, dus yeah. watch hours. Mm-hmm. Als je dat hebt bereikt, dan is dat al een stap. Okay. En nadien, dan gaan ze je instructies geven wat je verder moet doen. Ze gaan een code naar je te sturen okay. en naar je huisadres. Yeah. En dat krijg je na een bepaalde tijd en die code moet je ergens intoetsen of yeah. invoeren. Yeah. En dan zo word je eigenlijk gemonetized. Oké. Okay. Maar nog een vraag dat ik wilde stellen. Verdient u met YouTube? Op dit moment wel. Okay. Is niet zo geweldig, ja. maar het is meegenomen. Meegenomen, ja, inderdaad. Dus ja. daarom zeg ik ben blij en ik blijf groeien en het lukt wel. Oké. Nou, ik denk dat u ook negatieve reacties hebt gehad. Hoe gaat u daarmee om? Ja, dat klopt. Zoals ik zo net ook zei, van soms geef ik geen antwoord. Ja. Soms probeer ik antwoord te geven, maar positief te blijven. Ja. Het is wel moeilijk, ja. maar ik probeer. En als het te veel wordt, dan geef ik wel ook hinderlijk antwoord terug. En is het ook mogelijk dat u de mensen kunt blokkeren die zo negatief zijn ingesteld op uw video's? Ja, het is mogelijk, maar ik heb opgemerkt, ik denk een paar weken geleden had ja. iemand gereageerd mm-hmm. en ik heb gezien dat die comments zelf weggaan. Ik weet niet of die persoon het zelf is of als YouTube het zelf is, mm-hmm. dat wanneer ik bijvoorbeeld niet heb gereageerd. Nee, ik heb gereageerd, ja. dus echt hinderlijk ook ja. teruggereageerd, ja. nadien gaat het weg. Oh. Dus ik weet niet, want ik heb het niet gedaan, ik weet niet of het die persoon is of als het YouTube zelf is. Oké. Maar raakt u gedemotiveerd als u dit soort reacties krijgt van de samenleving? Nee, helemaal niet. Het motiveert? Het gaat me gewoon sterker maken. Het maakt voor mij niet uit. Mm-hmm. En ik ga gewoon door. Het is zo voor de nieuwelingen eigenlijk die pas begonnen zijn met vloggen. Probeer gewoon om te gaan met negatieve comments of reacties. Ja. Zie het gewoon als niks. Ja, inderdaad. Oké. Nou, u hebt veel gesproken vandaag in ons programma. We hebben ook een beetje kunnen aanhoren hoe het aan toe gaat met vloggen. Hebt u nog iets bij te voegen tot slot? Nou, wilt u misschien een paar mensen bedanken? Wilt u misschien een paar mensen groeten? Want ik neem aan dat u natuurlijk ook heel veel fans hebt op dit moment. Heel veel mensen, heel veel kijkers die ook verbonden zijn aan uw YouTube-channel, kan je zeggen. Hebt u misschien wat te zeggen aan deze mensen? Nou, ik wil ze allemaal natuurlijk bedanken voor het kijken, want dat telt natuurlijk. Ja. En ook voor hun positieve reacties. Mm-hmm. Ik heb als het ware mijn vaste mensen die altijd reageren. Ja. Natuurlijk positief reageren. Daarvoor ben ik hun dankbaar. Ja. En blijf maar kijken en blijf positief. Oké. Nou, Rachel, ik wil je natuurlijk namens de crew van Garuda ook bedanken dat je bereid was vandaag hier te zijn. Om dit met ook de luisteraars te delen. Je YouTube-channel, de naam graag, zodat mensen die op dit moment luisteren graag het kunnen bezichtigen, kunnen bekijken op YouTube. Ja, mijn YouTube-channel naam, de naam ervan is gewoon Rachel Banjar, mijn naam. En als je dat maar intoetst, dan zal je me vinden op YouTube. Rachel Banjar wordt geschreven R-A-C-H. E-L, ja? En Banjar is gewoon Banjar. Ja, wat je hoort. Ja. Nou, Rachel, veel succes met hetgeen waarmee je bezig bent. En ik hoop zo gauw weer jou in de studio te mogen hebben. En als er wat is, dan ben je altijd welkom bij ons om misschien iets door te geven. Graag gedaan. Ja? Yes. Oké, thank you. Nou, dat was het interview met Rachel